Hi, een update over HubSpot. Een van de recente updates is de aanpassing van de navigatie. Is gereleased op 22 november. En zoals je ziet is de navigatie van de bovenkant verhuisd naar de zijkant. Nou, hier geven ze aan waarom dat gedaan is. En het heeft voornamelijk te maken met de hoeveelheid aan functionaliteiten die gedurende de tijd er zijn bijgekomen. Even een stukje historie over de navigatie. In 2012 is zeg maar de meest oude navigatie aangepast naar deze vorm. En toen was, nou in die tijd bestond het eigenlijk voornamelijk gewoon uit marketing automation platform en een stukje CRM. Deze navigatie die je hier ziet, heeft uiteindelijk 6 jaar stand gehouden. En in 2018 is de update doorgevoerd waarin ik de hele huisstijl opgefrist is naar de navigatie zoals die nu is. Context, conversations, marketing, sales, automation, reports. Nou, gedurende die tijd zijn er natuurlijk ontzettend veel producten bij ontwikkeld. CMS is erbij gekomen, service hub is erbij gekomen, operations hub is erbij gekomen, e-commerce is er zelfs bij gekomen. Waarbij je eindelijk, ja, om dat allemaal nog in die ene navigatie te passen, werd eigenlijk eindelijk best wel veel. Kijk maar naar dit. Als je alle functionaliteiten zou hebben, zou dat eigenlijk dit zijn. Contact conversations, marketing, sales, commerce, service, automation reporting, template, marketplace en partner. Dat is specifiek voor de partner. Maar dat is behoorlijk veel, met eronder een hele grote hoeveelheid van allemaal functionaliteiten. En het werd eigenlijk ook wel tijd om daar een update aan te geven. Nou, dat hebben ze zeg maar nu doorgevoerd in een beta, waar je je voor kan invullen, opgeven. Hoe doe je dat? Je gaat naar marketing, dingetje, klap je open, ga je naar producten, de updates. En vervolgens zoek je en kom je hier bij Refresh Navigation Menu en Sidebar. Klik je op Join Beta. Ik ben nu al gejoined, dus ik kan alleen maar leave. En dan kom je erbij en dan ja, wordt eigenlijk direct, krijg je de mogelijkheid om hieronder te switchen naar de nieuwe navigatie. Nou, wat is dan eigenlijk het grootste verschil daarin? Het is gewoon eigenlijk anders opgedeeld. Een meer intuïtieve samenvoeging van belangrijke elementen. Het is gewoon CRM met alles eronder waar hiervoor stond het aan contacten. Het stukje conversations is geen kopje meer, maar is toegevoegd onder de andere onderdelen. Bij chatflows, bij automations bijvoorbeeld. Reporting heeft nu bijvoorbeeld, dat is voor de admins heel fijn, de mogelijkheid om direct naar integrations te gaan. Voorheen moest je eerst naar dit dingetje en dan wat zoeken. Marketing, alles bij elkaar. Webcontent, webpages, landingpages, blog, knowledge base, alles wat te maken heeft met webcontent bij elkaar. En ik gok dat dit ook wel impact zal hebben op de manier waarop je gebruikersrechten en teamsrechten gaat inrichten. Omdat je hiermee eigenlijk iemand kan zeggen, nou, je hebt volledig toegang tot webcontent en niet de andere. Dus ik gok dat deze nieuwe navigatie ook een beetje voortborduren al is op wat in de toekomst gaat komen. Dus, mijn advies. Schrijf je in voor de beta. Probeer het uit. En laat anders mij weten wat je ervan vindt.